Maatschappijleer 2, hoofdstuk 8, voor de rechter. Van officier naar rechter. Vorige keer hebben we uitgebreid gekeken naar wat de officier van justitie allemaal deed. De officier van justitie heeft dus besloten tot vervolging, anders ga je niet naar de rechter. Je wordt dan gedagvaard. Je krijgt een dagvaarding thuis, en waarin staat waarom, wanneer en waar je voor de rechter moet verschijnen. Je krijgt dus eigenlijk gewoon een uitnodiging. Alleen dan niet voor een feestje. Een voorbeeld van een dagvaarding. In een dagvaarding staat altijd dus je naam, je gegevens, waarvan je verdacht wordt, waar je moet verschijnen en hoe laat je moet verschijnen. Maar naar welke rechter ga je eigenlijk? We kennen in Nederland immers verschillende rechters. Strafzaken gaan altijd naar een strafrechter. Een verdachte en zijn advocaat kunnen, als het een simpele zaak is, naar de enkelvoudige kamer van de rechtbank. De enkelvoudige kamer wil niks anders zeggen dat er één rechter zit. Het gaat hier dus om simpele zaken. Wordt de zaak moeilijker, denk aan moord, kom je al bij de meervoudige kamer. Hier zitten drie rechters, zodat er een beter oordeel geveld kan worden. Als je in Nederland het vervolgens niet eens bent met één van deze twee rechters, kun je daartegen in hoger beroep. Hoger beroep gaat altijd naar een gerechtshof. Hier zitten ook weer drie rechters. Zij gaan de zaak opnieuw doen. Dus alles begint weer van vooraf aan. Ook zij spreken natuurlijk een vonnis uit aan het eind. Vind je dat de rechtbank ergens fout heeft gemaakt, kun je in cassatie gaan. Dat doe je bij de Hoge Raad. De Hoge Raad zijn 5 rechters. Zijn vaak zeer ervaren rechters. Ze gaan niet de hele rechtszaak opnieuw doen. Ze gaan kijken of er ergens in het hele proces fouten zijn gemaakt. Als dat het geval is, stuurt de Hoge Raad je terug naar het gerechtshof en dan gaat daar de hele zaak opnieuw. Het gerechtshof moet dan natuurlijk wel rekening houden met wat de Hoge Raad heeft gezegd. In Nederland hebben we 19 arrondissementen. Er zijn dus 19 rechtbanken. Die zijn dan weer opgedeeld in 5 grotere gebieden. Dat noemen we resorten. Elk resort heeft een gerechtshof. Dat zijn er dus in Nederland 5, namelijk Leeuwarden, Arnhem, Den Bosch, Den Haag en Amsterdam. De Hoge Raad vind je in Nederland in Den Haag. Er is 1 Hoge Raad in Nederland.